Dag beste mensen, hier zijn we weer met een uitzending van de Joint Politics. En jullie zijn gewend dat we altijd proberen goede gasten te krijgen. En dat hebben we deze keer ook weer gedaan. We hebben 3 topjournalisten. En waarom? Het gaat om de veiligheid van de journalist op het moment. Zoals jullie weten zijn er de afgelopen jaren veel journalisten omgekomen. Ik hoef enkel Peter R. de Vries maar te noemen. En dat weet iedereen wel wie dat is. Maar zo zijn er ook in het buitenland, in Israël, Palestijnse gebieden, Zuid-Amerika, Mexico vooral, zijn heel veel journalisten omgebracht. En ook andere. In Rusland, Oekraïne, verschillende gedeeltes in de wereld, daar zijn mensen om het leven gebracht die de waarheid zochten. Vanavond praten wij met 3 bijzondere journalisten. Ik begin links voor mij, in de camera, en dat is Okke Ornstein, bekend van een heleboel programma's. Iemand die in Panama heeft gezeten. En Okke, doe je verhaal. Vertel me even in het kort wie en wat jij bent. En welkom. Oh ja, nou welkom ook. Goedenavond. In het kort, nou ja, ik ben Okke Ornstein. Ik ben al heel erg lang journalist en ik werk nog veel langer voor radio en televisie. En ik ben in ongeveer 2000, jaar 2000, naar Panama verhuisd. En daar heb ik een jaar of 18 gewerkt als freelance correspondent. En dat is niet zo goed afgelopen. Uiteindelijk werd ik gearresteerd om dingen die ik geschreven had. En 5 weken in de gevangenis gestopt. Ze waren eigenlijk van plan om me daar 2 jaar te houden. Maar daar heeft gelukkig een aantal persorganisaties en onze ambassade een stokje voor weten te steken. Dus toen mocht ik vlak voor de kerst weer weg. En toen dacht ik wel, ja, dat I overstayed my welcome in this country. Om het maar op die manier te zeggen. Dus toen dacht ik, ja, dat gaat natuurlijk iedere keer zo als ik op het vliegveld aankom. Dus toen zijn we naar Nederland verhuisd. En ik woon nu hier. Oké, dank je. Dan ga ik over naar onze tweede gast. Zij daagde de minister van Griekenland uit met Mark Rutte aan zijn zijde. Zij droeg de legendarische rode hoed, Ingeborg Beugel. Goedenavond Ingeborg en welkom. Kalispera, Gabimo. Nou, dat is kan Grieks. Ik maar zeggen hola. Ja, nee, dat is Grieks voor goedenavond, schat. Oké, nou doe ik het even op zijn Spaans. Hola, buenas noches, como está? Nou, hebben we dat ook gehad. Ingeborg, kan jij wat vertellen over jezelf? Wat een verschrikkelijke open vraag, ja, nee. Even heel erg kort, een paar steekzinnen. Ik ben jaren correspondent geweest in Griekenland. Toen jarenlang heb ik gewerkt voor KRO Netwerk, de Icon. Ik heb documentaire series gemaakt zoals de Tokkies en Geloof, Seks en Wanhoop 1 en 2. Lang verhaal kort. In 2016 ben ik teruggekeerd naar Griekenland. Waar mijn kinderen geboren zijn, waar geloof ik mijn ziel huist. En dat was het jaar na het Annus Horribilis in Griekenland, 2015, toen iets minder dan 1 miljoen Syriërs alleen al via het piepeilandje Lesbos Schengengebied binnenkwamen. En ja, hier zit ik nu. Ik ben 62 en ik ben nog steeds correspondent. En ik hou me vooral bezig met de vluchtelingenhorror. En het vluchtelingendrama dat niet een Grieks, nog Italiaans, nog Spaans probleem is. Maar een Europees probleem. En in die horror neemt de Europese Unie haar verantwoordelijkheid niet. En ondertussen is sinds 2015 tot nu Griekenland door Brussel gemaakt tot een vuilnisbelt voor vluchtelingen die de rest van de EU-lidstaten niet wil opnemen. En daar toef ik.
Dankjewel, Ingeborg. En dan gaat het heel makkelijk om over te gaan van Syrische vluchtelingen naar de dame om wie het allemaal eigenlijk begonnen is, deze uitzending, vanwege onze laatste uitzending, waarin zij haar verhaal weer deed over wat er mis is in Syrië met Koerden. En dat is Rena Netjes. Goedenavond, Rena. Ja, Shamla, dat is Turks van goedenavond. Dank je wel. En inderdaad, Ingeborg, dat heb je even heel duidelijk neergezet. Ik zit aan de andere kant van die vluchtelingenstroom. En ik zeg het maar meteen, in Nederland is dus nu ook gestopt om de afspraak met Turkije te houden om de 1000 per jaar op te nemen. Dus ook 1000 Syriërs vanuit Turkije. Van Turkije. Dus één puntje maar. Goedenavond. Ik ben Arabiste, ik heb Arabisch en Hebreeuws gestudeerd. Lessen geven eerst heel erg veel. En daarna journalistiek en nu eigenlijk onderzoeker en vooral, zeg maar vooral op Noord-Syrië, waar ik regelmatig naartoe kom. Waarom? Omdat ik vanaf dag 1, toen ik daar aan de grens stond, de eerste keer in 2016, aan de achterkant van de vluchtelingenstroom te zien, dat ik vanaf dag 1 andere verhalen hoorde van Syriërs uit het gebied dan in het algemeen, hè, niet overal, maar in het algemeen in het Westen wordt verteld over Noord-Syrië. Dus daar zal iets dieper op ingaan. Dus ik en nog steeds hou ik me heel erg bezig met Noord-Syrië. En helaas heb ik daarom ook sinds een maand een aantal doodsbedreigingen gekregen en andere soorten van bedreigingen. En ja, dat is niet leuk. Dat ik zeg. Maar dankjewel, Nederlandse consulaat zit bovenop en ook de Turkse autoriteiten. En ik voel me nu wel veilig hoor, maar het is natuurlijk wel op de alert. En het zal nog niet de laatste keer zijn. En we zijn erg bezig om te onderzoeken wie erachter zit. En daar zit iets schot in. Dat is wel fijn. We weten al iets meer. Ja. Rena, kan jij uitleggen, wat voel je op het moment dat je als journalist, onderzoekster zo een bedreiging krijgt? Nou ja, weet je, ik wist meteen uit welke hoek het kwam, hè? In ieder geval waarom het is. Het is uit de PKK-hoek, een Syrische branche daarvan. Omdat ik wel propaganda doorknip, wat uit van die club komt, hè? Brengen naar het Westen. De club die Noord-Oost-Syrië runt, dat ze democraten zijn, maar ze zetten oppositie gevangen of vermoorden oppositieleden. Ze kidnappen kinderen continu voor militaire kampen. Vrije media is niet toegestaan. Onafhankelijke NGO's zijn niet toegestaan. Dus lokale Syriërs erkennen dat, lokale Syrische Koerden erkennen herkennen die zelfadministratie niet, terwijl in het Westen mensen daarmee weglopen. Dat is dus een heel verschil, dat de mensen zelf op de grond hen niet eens willen erkennen, vanwege de dingen die ik zo net heb geschetst. En dan in het Westen heb je mensen die hun vuren, een aantal politici, niet allemaal, maar een aantal politici die hun vuren verdedigen. Maar als je, het kwam uit die hoek, dat is wel duidelijk uit de mail. Maar ze zeiden van, nou, beter je huizen achterhalen in Amsterdam en in Istanbul. En je bent niet veilig zoals je denkt dat je veilig bent. Je staat op de hitlist en die heeft de PKK. En ik ken mensen die doodgeschoten zijn door de PKK. Ik ken mensen die het hebben overleefd, weet je. Dus ja, dan neem je het toch wel even serieus. Je hoopt dat het een dashboard hero is. Maar je wilt even toch alles aan doen om uit te zoeken wat hier aan de hand is. En zeiden om het te bevestigen, zullen we binnenkort een pakketje afleveren. En dat kwam net 2 weken nadat er dus dat explosief was afgegaan in de Istiklalstraat, hè, in Istanbul, waar ik ook niet zo heel erg ver vanaf woon. Los daarvan, die aanslag heb ik niet helemaal grondig onderzocht, maar los daarvan, in Noord-Syrië gebeuren dit soort aanslagen gewoon wekelijks. Dus voor mij is dit wel een beetje een bekend verhaal. Dus vandaar dat ik het wel serieus nam, gelijk actie.
Maar het eind van de avond, door met verschillende autoriteiten te spreken, voelde ik me al wel weer een stuk veiliger. Maar je gaat toch heel raar de deur uit. Je gaat buren vragen, ligt er niets voor de deur en zo. Je bent wel even helemaal, je staat helemaal op scherp. En toen zakte het wat af. Maar eigenlijk de week tussen kerst en oud en nieuw kreeg ik weer een aantal nare berichten. Maar toen op nieuwjaarsdag weer echt doodsbedreiging van we zullen je benen breken enzovoort enzovoort. Maar ook wat mij echt triggerde om dan maar publiek ermee te gaan, is dat, want ik had natuurlijk wel proberen wel onderzoek te doen wie erachter zit. Dat was dat ze zeiden van we hebben nu op lesbische, gay en seks size een profiel van je aanmaken. En ik kreeg inderdaad allemaal mails binnen van wil je even hier opdrukken om dit te bevestigen, weet je wel. Dus dat hebben ze overal al geprobeerd. En ook overal sociale media geprobeerd binnen te komen. Dat is allemaal niet gelukt, gelukkig. Maar het erge vond ik nog, ze hebben het ook voor familieleden gedaan. En toen dacht ik, en nu zal ik ze voor zijn. Nu ga ik aan het publiek, want voordat dit gewoon online gaat en viral gaat. Hè, dan weet je, want onderzoek kost weken, zo niet maanden. Dus voordat we dat achterhaald hebben, wie daar precies achter zit. Dus ik dacht, nu ga ik maar even aan het publiek om even te laten weten wat er hier achter het scherm gebeurt. Als een soort veiligheidsnet eigenlijk voor mezelf. Oké, nu ga ik van Rena, ga ik even naar Ingeborg. Ingeborg, jij hebt ook met bedreigingen meegemaakt en je hebt zelfs een steen naar je hoofd gehad. En heeft dat gemaakt dat jouw manier van doen veranderd is van dag tot dag? Waar je aan refereert, Anaïs, is de eerste dagen en weken, want het heeft maanden geduurd na mijn zogeheten inmiddels rode hoedvraag aan de Griekse premier Mitsotakis en de toen demissionaire premier Rutte, die gewoon op reis ging en even in Athene was. En hij en zijn buddy Mitsotakis zijn echt twee dezelfde soort mannetjes. Hè? Ze hebben hetzelfde postuur, ze zijn hetzelfde gekleed. Mitsotakis is van de Griekse VVD. Rutte is van de Nederlandse Democratia. Het zijn gewoon broertjes, tweelingbroertjes. Brrr. En ze liegen alle twee dat ze barsten. En ik ga nooit naar dat soort persconferenties. Ja, dat zijn een soort toneelstukjes. Daar staan Mitsotakis en weet ik veel wat, welk staatshoofd achter zo'n katheder met Griekse pilaren op de achtergrond en de Griekse vlag en dan een andere vlag en de Europese vlag. En er staat al die, zoals we dat in Griekenland noemen, listapetsa. Pers, dat zijn Griekse media en die zijn waanzinnig in de meerderheid. Die gesubsidieerd worden gewoon regelrecht door de huidige Griekse extreemrechten, zeg ik, regering van Mitsotakis. Terwijl de onafhankelijke kritiek uitende op de huidige Griekse regering pers nauwelijks financieel het hoofd boven water kan houden en op één handje te tellen is. Nou ja, daar staat dus de hele gekochte pers met camera's en toestanden. En bij zo'n theaterstuk is het niet de bedoeling dat je ooit een vraag stelt die ertoe doet. Maar ja, ik was per ongeluk uitgenodigd door de Nederlandse ambassade. En de mevrouw van het het secretariaat van de Griekse premier had gewoon de werk niet gedaan. Die had niet gecheckt wie dan wel Ingeborg Beugel van de Groene Amsterdammer was. Want als ze dat had gedaan en een beetje Google Translate, dan was het duidelijk geweest dat ik daar nooit volgens hun maatstaven toegang had mogen en kunnen krijgen. Die vrouw is ook ontslagen na mijn rode hoedvraag. Dus ik ging daar naartoe en heel erg duidelijk met het idee, oké, dat is de eerste keer dat ik er naartoe ga en het zal de laatste keer zijn, want wat ik nu ga vragen zal zodanig zijn dat ze me er nooit meer binnenlaten, ook al ben ik door 10 keer door de Nederlandse ambassade uitgenodigd. Nou ja, we weten allemaal dat is gelukt, alleen
wat er toen gebeurde, direct na die vraag, want het was allemaal gefilmd en dat ging viral, hè? Dat is global gegaan, dat is krankzinnig. Daar was ik totaal niet op voorbereid, echt niet. Ik had geen idee, werkelijk niet. Ik werd in de ochtendglorie gebeld door vrienden uit Buenos Aires en Tokio, die zeiden, je bent hier op televisie. En de volgende dag was krankzinnig. Er stonden allemaal cameraploegen voor de deur. Er moesten mensen komen van de Griekse bijeen. En je hebt in Griekenland ook een antiracistische, antifascistische burgerbeweging. Met net zoals bijeen ooit één zetel in de Atheense gemeenteraad. Nog niet in het Griekse parlement. Die Griekse bijeen heet Kerva. En dat zijn allemaal vriendjes van mij. Dus er kwamen allemaal mensen. Die moesten allemaal telefoons aannemen. En die ploegen bij de deur wegduwen. Want die wilden het nummer. Een huisnummer filmen. En mijn straatnaam. En het was toen al duidelijk. Dat moet niet gebeuren qua gevaar. En ondertussen werd die vraag van mij. En de explosie. Want daar gaat het om. De Griekse premier is toen geëxplodeerd. En dat, die Griekse premier, net als Rutte, dat is een soort robot. Die explodeert nooit. Die krijg je nooit op de kast. De enige die Rutte op de kast krijgt, is Sylvana Simons. En de enige die ooit hier Mitsotakis op de kast heeft gekregen, dat was ik. Dus ja, die hij vraag... zag er ongemakkelijk uit. Ja, bizar, bizar. Hij heeft ook zo'n fout gemaakt door te roepen, ben je in Samos geweest? Ja, toevallig was ik met Tineke Strik, Europarlementariër voor GroenLinks, in mei 21, de allereerste journalist ter wereld, die werd rondgeleid met Tineke Strik, officieel, door dat nieuwe horrorkamp, een soort Little Auschwitz without gas chambers lookalike. En daar gaat die Mitsotakis, die gaat er gillen en schreeuwen. Jij bent niet naar Samos geweest, maar daar was ik wel geweest. En dat is een geweldig kamp met allemaal faciliteiten en een kinderspeeltuintje. Nou ja, douches. Nee, maar daar staat hij zich dus als een soort inkong op zijn borst te rammelen van. We hebben zelfs een speeltuintje voor die vluchtelingenkinderen in Samos gebouwd. Lieve mensen, lees het artikel in de Groene Amsterdammer erop na. Van mei, juni 21. Wij stonden daar. Hè, dus moet je voorstellen, Tineke Strik. En allemaal politieke anti-viseurs. En entourage. En ik. En een fotograaf. En een cameraman. En wij zien dat speeltuintje. In die horrorwoestenij. En we barsten allemaal in tranen uit. Hè, want dat is... zo ongeveer het allermeest uber-anti-speeltuintje ter wereld. Helemaal omringd door ijzeren hekken en prikkeldraad. Nou, en daar staan dan drie dingetjes in rood en groen en geel en blauw Walt Disney kleuren. In die glinsterende metalen, dorre horrorwoestenij met allemaal rollen prikkeldraad en drie muren staal. Je wil het allemaal niet weten. En die Mitsotakis die staat daar tegen mij te gillen. Over Samos. Have you been to Samos? En ik kan uit de zaal. Ja, yeah, I was one of the first. And I know you have not been to Samos. Nou, ik ging door de grond op dat moment. Maar ik kan echt in alle oprechtheid zeggen. Die woorden hebben geschiedenis geschreven in Griekenland. Het is nog steeds zo, we zijn nu 22, 23, sorry. Het is, have you been to Samos? No, you have not been to Samos. Dat komt in alle cartoons en alles nu ook met het schandaal van die Griekse vicepresident van het Europese parlement die met koffers geld is gevonden en dat hele schandaal en haar advocaten. En dan, have you been to Koropi? Dat allemaal over Samos. In ieder geval, het staat in de chronieken, maar... toen, die 24, nou eigenlijk 48 uur na die vraag, was dat de hele tijd op het nieuws. Met de meest verschrikkelijke dingen over mij. De Griekse social media, de pro-gouvernementele Griekse pers. Ik weet niet hoe dat met jou is, Rena, maar hier was dat echt verschrikkelijk.
En ik was een spion van Erdogan. En ik werd betaald door Erdogan. En ik moest door 40 Turken verkracht worden. En ik moest kaalgeschoren worden en verkracht. En de zee ingegooid om met alle andere profiteurs samen lekker te verdrinken. Je wil het allemaal niet weten. En 24 uur later, toen ik naar buiten ging. En ik had gewoon niet, dat was mijn ding. Een rode hoed, rood maskertje. Ja, er stond ook in de pers dat ik een stylist heb die ik 100.000 euro per jaar betaal om te zorgen voor rode hoeden en rode dassen en lippenstiften. Weet ik wel. Echt, jullie willen het niet weten. En een of andere man. Mag ik even Ingeborg, voor de luisteraars, die kunnen je niet zien. Ze draagt vandaag een rode baret. Ga door. En een rode sjaal. En ik heb een gebroken voet en ik heb rood gips. Nou, kijk eens aan, allemaal door de stylisten 100.000. Die baan wil ik ook wel trouwens van stylist. Makkelijk, ik kom gewoon allemaal rode zooi en klaar ben je. Hey. Maar goed, toen was er, dus die mensen die worden gehersenspoeld, moet je voorstellen. Die Griekse media, en die zijn in de meerderheid. En die laten dat de hele tijd zien en die zeggen al die meest verschrikkelijke dingen. Echt, het was echt verschrikkelijk. Zieldodend, hè? Zieldodend. Maar toen kreeg jij een steen naar je hoofd. Ja, want een of andere Griekse man, die krijgt dat de hele tijd door. Dat is echt brainwashing, hè? Dat is zoiets als in Rwanda, Radio Mykolin. En daar werd 8 maanden lang geroepen, alle Tutsi's zijn kakkerlakken. Nou, en toen werd het april 1994 en toen hebben de Hutus tot en met augustus 800.000 Tutsi's aan mootjes gehad. Zo gaat dat. En ja, dus er was een Griekse man en die had dat 24 uur doorgekregen. En die zag mij in neonlicht in een klein minimarktje sigaretten kopen. En die zag die rode hoed en dat rode maskertje. En ik kwam naar buiten in het donker en hij dacht echt, daar ben ik van overtuigd, dat hij de Griekse natie een deugd zou doen door een steen naar mijn hoofd te gooien. Dat dacht hij echt. Hij dacht echt, ik doe iets goeds voor Griekenland. Ik stenig een Erdogan-spion. En godzijdank had ik die dikke filterrode hoed op en kwam die steen op mijn hoed en niet direct op mijn voorhoofd. Anders was ik nog niet jarig geweest. Maar dat was doodeng. En toen ben ik naar huis gerend. En toen kwam het fantastisch. De Nederlandse ambassade, geweldig in Athene. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Mijn fantastische vakbond. NVJ, Nederlandse Vereniging voor Journalisten. En die zijn met z'n drieën in conclave gegaan. En toen werd ik gebeld. En toen zeiden ze, get your ass out of there. Want we kunnen je veiligheid niet garanderen. En toen ben ik tegen mijn wil 7 weken in Nederland geweest. Precies vorig jaar deze tijd. En toen ben ik incognito teruggekeerd. En er is nog steeds een nasleep. Jullie weten, ik heb een Afghaanse jongeling uit een Grieks horrorkamp gered en in mijn huis genomen. En net zoals die 23 hulpverleners die aanstaande 10 januari op Lesbos terecht staan omdat ze mensen uit zee hebben gered. Waaronder de Nederlandse 75-jarige Pieter Wittenberg en een van die swimmermeisjes en Sean en nog een paar anderen. Die staan 10 januari terecht omdat ze mensen gered hebben. En mijn rechtszaak, ook na veel verlengingen, die is op 8 februari. En zij riskeren 25 jaar en ik riskeer 1 jaar. En ja, lieve Rena, ik krijg ook doodsbedreigingen en horror dingen op Messenger. Dat wil je allemaal niet weten. En het is in Turkije en in Nederland, ik bedoel in Griekenland, wel iets erger dan in Nederland. Oké, nu wil ik hier even een stoppetje. Ja. En nu ga ik van 2 dames die kans maken en dreiging op een gevangenis. Rena in Egypte, want daar zoeken ze haar ook nog om op te sluiten. Ingeborg in Griekenland, dan ga ik naar de man die in Panada daadwerkelijk gezeten heeft. En die rijst te eten kreeg. Ja, rijst en bonen en zo. Ja, dat kreeg je bij mij ook toen je de eerste keer kwam eten. Dat weet ik niet meer. Ik band rijst onmiddellijk uit mijn
Hij heeft het gewoon verdrongen. Ja, dat verdring ik meteen. Maar goed, hoe heb je dat ervaren ook? Want dat is niet niets. Nou, ik wist eigenlijk al wel vrij snel, omdat de Nederlandse ambassade... Kijk, het was toen niet heel vanzelfsprekend dat... Want ik hoor Rena en Ingeborg allebei van... Ja, de ambassades, consulaat, pakken het allemaal goed op. Dat was toen dat met mij gebeurde, dat was in 2016... was dat niet echt vanzelfsprekend. Want ik hoorde daarvoor altijd heel veel klachten over dat... als er journalisten in de problemen kwamen in het buitenland... dat dan de ambassades niks deden. En dan kreeg je consulaire bijstand. Nou, dat betekende dat er dan, als je geluk had... een keer iemand langskwam en die zei dan, gaf dan een tip... over welke advocaat je kon nemen. Meestal een vriendje van de ambassadeur. En dat was het dan wel zo'n beetje. En er was dan nog een soort pastoor die één keer in het jaar bij gevangenen langs ging, Nederlandse gevangenen in het buitenland. Maar dat veranderde eigenlijk in dat jaar, dat 2016 veranderde, is dat een beetje omgeslagen. Er was al een soort plan om een soort fonds op te gaan richten, om mensen ook meteen juridische bijstand te gaan geven en zo. Dat was nog niet werkelijkheid. Dat deed Free Press Unlimited eigenlijk alleen nog maar zelf. Maar we hadden toen net die hele toestand met Ebru Umar achter de rug over Turkije gesproken. En toen had de Nederlandse regering er wel een beetje genoeg van. De journalisten die in het buitenland in de problemen komen. En dan, dus toen ik daarna eigenlijk weer in Panama in de problemen kwam, toen werd er eigenlijk meteen actie ondernomen. Dat ging heel snel. Er was ook wel een ambassadeur die daar ook echt zin in had. Die ook zei van ja, dit maakt mijn werk leuk hier. Dus... Ik kwam echt twee keer per week gewoon zelf langs in de gevangenis. En dan kwam die grote dienstauto, die kwam het gevangenisterrein oprijden met de chauffeur en zo. Als enige mocht hij dat dan doen. En dan riep die hele gevangenis van, hey Nederlander, je ambassadeur is er. En dan moest ik komen en dan sprak ik een uur met die ambassadeur. En dus toen dat eenmaal een beetje liep, toen wist ik wel van, nou, dit gaat echt geen jaar of twee jaar duren wat ze oorspronkelijk van plan waren. Waar ik bang voor was, was dat dat ik of in een hele gevaarlijke gevangenis terecht zou komen, want die heb je daar natuurlijk ook. We kennen allemaal de serie Narcos en waar mensen dan zoal in verzeild raken. En of dat het zo lang zou duren dat het momentum een beetje verdwenen was. Want dat was natuurlijk in die eerste weken. Ik was op de radio en de televisie en het was in de krant en zo. Maar ik dacht, ja, als het dan nieuwjaar wordt, want het was in december, november, december, dan is het nieuwe eraf en dan zit ik daar en dan wordt het zo uitzichtloos. Dus, maar toen ik eenmaal wist dat, er was al wel na een week of drie duidelijk dat gratie door de president de snelste en elegantste oplossing was. Waardoor Panama ook zijn gezicht niet zou verliezen. Want dat is natuurlijk landen ten zuiden van de Rijn en de Waal. Is dat ook altijd heel belangrijk. Dat gebeurt dan meestal vlak voor kerst. Zodat al die gevangenen die dan gratie krijgen of strafverkorting of wat dan ook naar huis kunnen en kerst kunnen vieren. En dan gaat zo'n land dan goede sier mee maken van kijk hoe goed wij met onze die mensen omgaan en zo. Dus, ja, nou ja, dat was dus bij mij ook. En het vervelende van in zo'n gevangenis zitten, maar dat geldt niet alleen voor in de gevangenis zitten, maar sowieso van bedreigd worden, is dat je natuurlijk er gebeuren een heleboel dingen op dat moment. Het eerste is dat je gaat afvragen van had ik dit kunnen voorkomen? Had ik iets anders moeten doen? Je krijgt als je pech hebt ook, dat was in mijn geval niet zo, maar dat hoor ik wel veel van mensen om me heen. Je krijgt ook dat familie, vrienden en mensen gaan zeggen van ja, zie je nou wel, had je maar en je moet ook altijd zo tegendraads. Je had ook niet naar die persconferentie kunnen gaan, Ingeborg, en gewoon je mond kunnen houden, want wat levert het uiteindelijk op, et cetera, et cetera, et cetera. En hetzelfde met Rena. Waarom moet je naar al die gevaarlijke gebieden met die terroristen? Nou ja, dus er ontstaat iets heel geks en dat heeft met in de gevangenis ook bedreigingen te maken. En dat heeft te maken met dat aan de ene kant het beroep van journalisten wordt zo machtig ingeschat. Wij hebben kennelijk zoveel macht dat het ook belangrijk is om ons het zwijgen op te leggen. En aan de andere kant is er een soort minachting voor het beroep. En dat gaat parallel. Waardoor het eigenlijk wel oké is om een journalist op te sluiten, te bedreigen, stenen naar zijn hoofd te gooien, te bedreigen via internet. Ik heb mensen bij me thuis gehad. Ik heb mensen met pistolen. Nou ja, je kunt het niet bedenken of ik heb meegemaakt.
En dat dat dan maar oké is en dat daar ook eigenlijk niet zo heel erg veel tegen gebeurt. Want als dit wat met Rena gebeurt nu, of met Ingeborg is gebeurd, of wat er allemaal met mij is gebeurd, als dat met een brandweerman gebeurt, of God verhoede, een politieman, nou, dan is het land te klein. Dan staan alle ministers op een rij om het te veroordelen en hoe erg het is en dat het niet kan. En dan wordt er de staat van beleg en nou, noem het allemaal maar op. Maar bij een journalist, dus die journalisten die zo machtig zijn dat ze niet zomaar vrij hun beroep kunnen uitoefenen, daar is het dan ook niet erg als die... Het is een heel raar soort tegenstelling en dat heeft met de waardering voor dat beroep te maken. Wauw. Het raakt me echt heel erg diep wat je zegt. Sorry, mag ik hierop reageren? Voor mij wel. Oké, als je het even aan korte doet. Ja, nee, maar het is echt heel erg waar. Want ik ben gearresteerd met die Afghaanse vluchteling op Hydra, waar ik 40 jaar woon. En in een cel gestopt hier. Niet 5 weken zoals jij ook, maar 1 nacht. Met die zwaar getraumatiseerde jongen. Het was allemaal verschrikkelijk. En toen gehandboeid de volgende dag gedeporteerd naar Piraeus. En wat jij zegt, dat heb ik nog nooit durven uitspreken. Maar je hebt helemaal gelijk. Er zijn allemaal, dat is echt waar, Anaïs, Rena, ik weet niet of jij dat ook had. Mensen in je directe omgeving die heel naar reageren. Zo van, nou eigenlijk, nou dat heb je uitgelokt hè. Dat wil je toch zo graag? Nou ja, jij moet zo nodig op de barricade staan. Nou, dan if you can't stand the heat, don't get close to the fire, enzovoort. En wat me ook heel erg gaat okken, is dat je zegt, ja, dat heeft ook te maken met iets, en dat is iets van nu, onderwaardering voor ons beroep en overschatting van onze macht. We hebben helemaal geen macht. Nee, maar het gekke is dat die twee tegelijkertijd zijn. Ja. Dus je onderwaardeert het beroep en je kent het een enorme macht toe. Waarom is je waardering dan zo laag? Dat is heel raar. Ja, ik kom zo bij jou, Rena. Yes. Want ik wil jou even wat vragen ook namelijk. Wat ik ook zo apart vind, wat ik zelf heb meegemaakt, is dat politie ook heel vaak lauw reageert in principe als je met iets komt. Wat ik zelf heb meegemaakt, net zo van, nou ja, leuk verhaaltje, maar ach. Nou ja, ik weet niet of je het nu, hier in Nederland heb je een aantal keren gehad dat toen al die boeren en wappies en weet ik veel wie allemaal aan het demonstreren waren. Want, nou ja, goed, dat is anders, maar die in Urk en noem het allemaal maar op, daar stond de politie gewoon te kijken terwijl er een journalist bijna werd overreden. Ja, en dan, inderdaad. En die zei letterlijk van, nou ja, er was eigenlijk niet zoveel aan de hand. Terwijl dat toch later nog een hele strafzaak is geworden. Die man die is gedagvaard, die is volgens mij ook veroordeeld. En daar sta je dan, dus nee, de politie, daar heb je, de ambassades die doen hun werk, maar de politie, daar heb je echt helemaal niks aan. Nou ga ik even naar Rena. En Rena, ik laat jou even vertellen wat je wil zeggen en dan wil ik je een vraag stellen. Is dat goed? Ja, dat is helemaal goed. Ik heb ook een paar reacties. Ingeborg, eerst wat je zegt, van dat jij beschuldigd wordt van dat je pro-Erdogan bent. Ja, weet je, het is ook echt kleuterachtig, hè? Iedereen die bijvoorbeeld, want dat heb ik dan natuurlijk ook, want die Syrische tak van de PKK, die vecht natuurlijk al... voert een gewelddadige strijd tegen Turkije al jaren. En die Syrische Koerden, het is een Turkse partij, en die Syrische Koerden moeten hun ook niet. Die hebben maar heel weinig steun in Syrië. Maar dan iedereen die hun bekritiseert, krijgt gelijk salaris van Erdogan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hè? Nou, weet je, alsof je van die Turkse lieren je hypotheek in Amsterdam kunt betalen, noem maar wat. En anyway, dus dat is één ding. En een tweede is die intimidaties van die bedreigingen die ik nu heb gehad. Ik vermoed dat ze uit Europa komen. Want Syrische Koerden kunnen zelf geen Engels. En het Engels is echt perfect. En één iemand heeft het ondertekend met groetjes uit Parijs. Dat zijn nogal PKK-aanhangers. We hebben het in december ook gezien, hè, met die demonstraties. Die trekken het hele narratief naar hun toe als een racist een Koerdisch centrum binnenvalt. Dat blijkbaar aan de PKK bleek toe te behoren, dan trekken zij dat naar ons toe. Nou, dit heeft Turkije gedaan tegen ons. Terwijl dat toch volgens mij niet het verhaal was. Ook daar ben ik niet heel erg in gedoken. Maar volgens mij was het
eigenlijk een beetje meer eerder toevalstreffer dat het nu Koerden aan de beurt waren. Want hij had ook al een aanval op anderen gepleegd, als ik het wel heb begrepen. Dat is één ding. Dus het komt volgens mij, ik kan het niet helemaal zeker zeggen, maar ook Syrische journalisten, die denken ook, of Syrisch-Britse journalisten, weet je, die dubbel nationaliteit, die denken ook dat het uit Europa komt. En dat denk ik zelf ook. Dat is één ding. Ik heb gelukkig mijn naaste familie, die steunt mij helemaal. Die heeft misschien zijn ze ook al wel een beetje gewend. Als ik en ik moet zeggen, die krijgen zelf ook. Die hebben een hele andere tak van beroep, maar die hebben zelf ook bedreiging. Dus het lijkt ook wel een beetje de tijdsgeest. Hè? Dat de hele wereld een beetje gewoon een beetje dol wordt soms. Of een deel van de wereld van. Dat het nu wel heftiger is dan eerder. Misschien heb ik af en toe wel eens het idee. En er was nog iets wat ik wil zeggen. Ja, wat bij mij nog een beetje raar is. Ik heb natuurlijk ook, zoals Anees ook goed weet. Ik heb ook juist intimidatie van Nederlandse journalisten. Nieuwsuur en Trouw. Omdat ik zeg van dat Nederland geen jihadist heeft. Die gaan vanaf dag 1 naar al mijn opdrachtgevers. En die proberen overal boodschapnetwerkers geen enkel werk meer van mij moeten aannemen. En die zijn onderzoeken tegen mij gestart. En tegen mijn collega Jan-Jaap de Ruiter, die heeft ze ook geprobeerd om dat hij eigenlijk zijn baan zou verliezen aan de Universiteit van Tilburg. Alleen maar omdat wij zeggen, Nederland heeft geen terroristen gesteund. En nou ja, de commissie Kammaert geeft ons ook helemaal gelijk. Weet je? Dus ja, dit komt echt vanuit alle kanten gewoon een beetje. Natuurlijk is intimidatie wat anders dan doodsbedreiging. Maar als iemand probeert je broodwinning onderuit te halen, is dat natuurlijk ook heel naar. Hè? En ik had zelfs een Nederlands radioprogramma waar ik voor werkte, het Bureau Buitenland. Die zegt, ja Rena, we weten wel dat je gelijk hebt, maar we willen toch niet tegen Nieuwsuur ingaan. Ja, toen ben ik gestopt met journalistiek in Nederland. Dat heeft geen zin meer. Op mijn gebied. Ja. Even voor de luisteraar, deze aflevering over Nieuwsuur en over de tegel die onterecht verkregen is, die kunt u vinden bij de Joint Politics. Daar zijn we met Rena heel diep op dit onderwerp in doorgegaan. Rena, wat ik je wil vragen. Op het moment is de situatie een beetje apart. Wat ik las is dat Erdogan die wil nu met Assad onderhandelingen gaan beginnen. Kan dat kwaad voor jou? Is dat gevaarlijk voor jou? Nou, voor mij niet zozeer. Ik heb dat is de luxe positie van een Nederlands paspoort hebben. Dat je altijd ergens veilig naar terug kunt. Maar, misschien om even te schetsen. Er zijn in Syrië zelf is een oppositiegebied waar ongeveer 5 miljoen Syriërs zitten. Een heel groot deel in tenten, makeshift, in geïmproviseerde tenten. Er zitten ongeveer 5 miljoen. En in Turkije zitten ze ongeveer 4 miljoen. Dus heb je al 9 miljoen. En die zijn allemaal gevlucht voor Assad in principe. Ook op wat voor ISIS, maar het overgrote deel voor Assad. Dus als Turkije echt zou gaan normaliseren met het Syrische regime, ja, dan is dat voor hen een heel groot probleem. Laten we hopen van niet, laten we hopen dat het alleen maar verkiezing is, want de Turkse oppositie roept dit al jaren. De Turkse oppositie, die wil zonder voorwaarden normaliseren met Assad. De huidige Turkse regering heeft in ieder geval nog een heel aantal voorwaarden neergelegd. Dan moet een vredesproces komen met oppositie en dit en dat. Maar ja, het is natuurlijk al goed genoeg om schrik er enorm in te krijgen bij al die Syriërs die dan onder de Turkse paraplu zijn. En dat is bijna evenveel als die in het Syrische regimegebied zitten. Dus kan nagaan, het Assad-regime heeft ongeveer 9 miljoen. Tenminste, dat zegt hij. Hij kan ook overdrijven, want hij wil VN-hulp en dat is gerelateerd aan het aantal inwoners dat hij heeft. Nou, laten we zeggen dat het 9 miljoen is. Turkije heeft ook ongeveer 9 miljoen Syriërs onder haar hoede. Dat is 5 miljoen in Noordwest-Syrië en 4 miljoen in Turkije. En dan heb je nog 3 miljoen in dat Koerdisch gebied, dat door die PKK wordt gerund. Dus de schrik zit er heel goed in bij die Syriërs vooral. En ik hoop dat Turkije dat dus niet gaat doen van harte, want dat lijkt me... Ja, het allerslechtste scenario, want ze willen natuurlijk graag die Syrische PKK verdrijven, die trouwens heel veel aanslagen pleegt op oppositiegebied, continu, en op IDP-kampen afschiet en zo.
hou westerse media helemaal niet. Maar elke keer als ik daar ben, zijn er aanslagen. En elke nacht wordt er vanuit dat Koerdisch gebied gewoon geschoten op dat andere gebied, weet je wel. Ja, dat is toch wel, ja, sorry, dat noem je dan toch wel terrorisme. Anders gaat het niet allemaal over burgers schieten de hele tijd. Anyway, want 75% van je aanslagen zijn burgers gewoon, die op vluchten om rondheen, die al zijn gevlucht een keer voor Assad of meerdere keer. Dus als je Assad weer terug zou krijgen in dat gebied, als je zegt van nou, ik wil die Syrische PKK, daar wil ik mee afrekenen, samen met Assad. Assad die trouwens nooit aan een of andere afspraak houdt, dus ik snap wat dat betreft de Turken ook niet. Want Assad heeft toch een record van geen enkel agreement, geen enkele overeenkomsten nakomen. Maar dan ga je miljoenen nieuwe vluchtelingen krijgen Turkije in. Want die mensen in Noordwest-Syrië die voor Assad zijn gevlucht, die gaan niet zitten wachten tot Assad dat gebied. Want Assad gaat ze of bombarderen, of arresteren, of meteen doodschieten, of doodmartelen. Er zitten nog steeds ruim 100.000, ik denk 130.000 ongeveer, mensen worden vermist. Dus ergens in de martelkamers van Assad. Dus mensen gaan daar niet op zitten wachten. Die stormen dan de grens met Turkije door. Dus als ik Europa was, zou ik even iets sterker optreden en even nadenken van dit dreigt dan te gebeuren. En Europa wil ook geen vluchtelingen, Syrische vluchtelingen meer opnemen, zoals Ingeborg heel duidelijk heeft neergezet. Dus ga dan dat oppositiegebied in godsnaam een beetje versterken, denk ik dan. Ook al is het niet perfect, er is wel van alles op aan te merken, maar het is de beste op de rest. Iedereen vlucht daar naartoe. Daar zijn de kampen. Mensen vluchten niet naar regimegebied, mensen vluchten niet naar dat gebied waar de Syrische PKK de scepter zwaait. Mensen vluchten allemaal naar het noordwesten. En dat is helemaal niet perfect, daar heb je criminele gangs enzovoort. Maar het is toch de best of the rest, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Ingeborg, jij wilde even reageren op Rena? We horen je niet meer, Ingeborg. Volgens mij heb je je microfoon uitgezet of zo. Ja. Echt? Horen jullie me nu weer? Ja, nu weer wel, ja. Oké, dan zit een piemeltje er net niet genoeg in. Renna, die Syrische PKK, hoe verhoudt die zich tot de Koerdische PKK van Öcalan in Turkije? Want dat is mij niet helemaal duidelijk. Ja, nou, dankjewel voor die vraag. Want dat was ook wat mij triggerde. Een aantal Koerden en Koerdische journalisten in Nederland zeggen, nou, het zijn wel wat Thais, maar niet echt. Dus ik ben daar voor Klingendaal heel erg ingedoken en ik ben naar dat gebied geweest. Maar het eerste wat je ziet als je dat gebied binnenkomt, is een hele grote poster. Dat Noordoost-Syrië is een hele grote poster van de Turkse PKK-leider Öcalan. En overal posters, en ook in Raqqa. En zo, wat Arabisch gebied is. De Amerikanen die proberen het idee neer te zetten van dat het wat anders is. En daarom heeft de Amerikaanse generaal, ik weet niet, zijn naam is wel ontschoten, maar die heeft toen iets heel slims bedacht. We gaan ze iets noemen met de democraten, Syrian Democratic Forces. Maar de leider daarvan, Masloum Abdi, is een PKK-veteraan. De leider van de politieke tak, SDC, de Syrian Democratic Council, is Ilham Ahmad, is ook een PKK-veteraan. Ze gebruiken ook hun PKK-namen, zijn niet hun echte namen. Ze willen nooit afstand doen van de PKK, want ik denk dat ze het er zelf dan aangaan, om eerlijk te zijn. Maar het is voor mij wel heel duidelijk, de echte grote besluiten, die worden genomen in Kandil. De echte grote besluiten voor Noord-Oost-Syrië, en ze zitten ook nog een deel in de West, hè, in Membec en Tarafa, die worden genomen in Kandil, hè, het hoofdkantoor van de PKK. In Turkije? Kandil zit in Irak, Noord-Irak. Ze hebben een hoofdkantoor in Noord-Irak. Lieve Renna, jij zit zo erin. Voor mij als leek is dit niet duidelijk. Wij kennen alleen de PKK van Turkije. Dus er is echt een totale andere PKK van Syrië dan de PKK die wij ook in Griekenland kennen. Hè, want Öcalan is ontvoerd, enzovoort, aan de Grieken mee te maken. Dus nogmaals, wat zijn de overeenkomsten tussen de Syrische PKK, die wij helemaal niet kennen. Wij kennen helemaal die Syrische PKK niet.
en de Turkse PKK, die best wel populair is, want die komt op voor de rechten van de Koerden in Turkije. Nou ja, dat gelooft men in het Westen, maar dat is helemaal niet zo. Ik heb vandaag een conferentie meegemaakt. Ze kidnappen allemaal kinderen van militaire kampen. Dat doen ze in Turkije. Maar ik zal even de link. Het zijn gewoon zusterpartijen. De PKK is de grote moederpartij. En daaronder hangt de Iraanse PKK, de Iraakse PKK en de Syrische PKK. Maar de Turkse en de Iraanse, dat zijn eigenlijk de leiders. En die Syrische PKK was eigenlijk heel klein, maar die hebben echt 2011 de revolutie echt gepakt als mogelijkheid. En wat er is gebeurd in die tijd is dat het Assad-regime was bang dat het zou vallen in Damascus. En die heeft toen allerlei groepen Syrische Koerden benaderd. En alleen deze Syrische PKK-tak was bereid om een deal met Assad te sluiten, namelijk dat Assad in ieder geval voor de time being de Koerdische gebieden aan die Syrische PKK-tak zal geven. Maar hij heeft wel grote strongholds aangehouden. In Kamislis, het hele centrum, is nog van het Assad-regime. In Hasaka, idem. Maar hij heeft ze ook wapens gegeven. Hij heeft ze alle grensposten gegeven. Hij heeft ze allerlei, waterbedrijven, elektriciteitsbedrijven, alles overgedragen. En hij heeft in de Koerdische gebieden voor Assad, heeft hij de Syrische revolutie de kop ingedrukt. Ze werken dus continu samen met Assad, eerst als het uitkomt. Dus Renna, wat jij eigenlijk zegt, dat vind ik heel interessant, en laten we daar een andere keer op doorgaan. Jij bent eigenlijk die in de ogen van heel veel mensen, ook in Griekenland, heilige PKK aan het ontheiligen. Ja, precies. En daarom dat heeft ze meerdere keren wel gedaan bij ons, neem ik aan, Arena. Ja. Weet je, ze zijn zo succesvol in hun propagandamachine. En natuurlijk hebben ze keihard gevochten tegen IS. Maar dat hebben Arabieren ook gedaan zonder westerse camera's erbij. En zij weten dit heel erg goed te exploiteren. Maar ondertussen voeren ze een soort schrikbewind. Eigenlijk kan je zeggen, het is natuurlijk niet zo erg als Assad, maar het is ook een soort dictatuur die ze daar voeren. Want zelfs in Turkije zijn ongeveer 400.000 Syrische Koerden, kun je nagaan. Of all places in Turkije zijn gevlucht uit hun gebied. En in Irak en Koerdistan heb je dan ongeveer 250.000. Iedereen die tegen hun is, ja, die kan je mond niet openen, dan kan je beter vluchten. Dus je houdt alleen dan nog wel over degene die geen geld hebben om te vluchten. En de armen, de echte armen, de boertjes en zo. En degene die wel met hun eens zijn. Ik denk dat in Noordoost-Syrië ongeveer een aanhang hebben van maximum 20%. In Afrin nog veel minder, maar ongeveer 20%. Maar zeker absoluut niet de meerderheid. Maar ze portretteren zichzelf als de Koerden en westerse media praat in principe haast alleen met hen en niet met die anderen. En dat is wel, dat hebben de Amerikanen zo opgezet, een soort propaganda show. En dat debunk ik heel erg, ja. Daar wil ik je nu even over onderbreken. Je hebt het over de We gaan spirit. Het nu over de vark hebben ook. Nee, we komen zo bij jou. Over de States, hè. Zit de CIA er ook nog ergens tussen? Aan Okke neem ik aan deze vraag. Vraag je aan mij? Of? Ja, tuurlijk. Okay. Arena. Arena. Oh, sorry, Arena. Sorry. Of de CIA er ergens tussen zit? Nee, dit is echt de Syrische PKK. Die natuurlijk door de, weet je wat? Het Amerikaanse leger zocht wanhopig naar iemand op de grond waarmee ze IS konden verslaan. Weet je? En ze hebben gewoon niet gekeken, dat is mij toch wel helder, naar de context. De context dat dit voor Turkije problematisch is, dat dit voor de andere inwoners problematisch is, door hun zo sterk te maken, dat ze ook een soort schrikbewind voeren. Hè? Alleen maar je ogen op IS en niet kijken dat je een nieuw probleem creëert. Weet je, dat. Okay, duidelijk. Ik ga nu even een vraag stellen van iemand die ik kreeg.
dat is Erik. En die vraagt, deel je gasten mijn mening, dat het algemene publiek gewoon meer achter de journalisten zou horen te staan, zowel off als online, bij bedreigingen. Ook al kan dat consequenties hebben voor ons. Ik begin bij Oke. Nou, kijk, bedreigingen zijn één ding, maar er zijn een heleboel. Bedreigingen zijn altijd onderdeel van iets groters. En je kunt journalisten op een heleboel manieren het zwijgen opleggen. En een van de eerste mogelijkheden die volop wordt benut, zowel in Nederland, overal eigenlijk, is om ze te onder te betalen. Dus te zorgen dat ze het financieel moeilijk hebben of niet redden. Er zijn, en dat is ook een van de grootste, ergste manieren waarop in eigenlijk in bijna alle landen censuur wordt bedreven. Want er worden gewoon een heleboel verhalen die liggen op het kerkhof, omdat wij ze niet kunnen vertellen. Omdat er geen geld voor is. Ik krijg 9 van de 10 dingen die ik wil doen, die krijg ik gewoon niet verkocht, omdat er niemand iets aan wil uitgeven. En dat betekent dus dat er allerlei waarheid is die je wil gaan zoeken en vertellen, die je niet kunt gaan zoeken en vertellen, omdat dat gewoon geld kost, zelfs als je zelf niks zou verdienen. Maar goed, de rekeningen moeten betaald. Dus het andere manier is, waar daar hebben wij ook alle 3 mee te maken gehad, of nog steeds mee te maken, is dat je juridisch al het leven zuur maakt voor journalisten. Nou, Ingeborg die moet in februari voor de rechter verschijnen. Rena die heeft nog een dingetje lopen in Egypte. Ik heb in Panama was ik echt overspoeld met rechtszaken. En toen ik in Nederland aankwam, toen gingen ze hier vrolijk verder. Dus daar ben ik echt nog 2 jaar mee bezig geweest. Nog langer zelfs. Bezig geweest. Zelfde types die gewoon dachten, nou zit hij daar, dan gaan we daar gewoon beginnen. Dus dat houdt je echt enorm van je werk. Zelfs als de tijd die je ermee kwijt bent niet heel omvangrijk is, het hoe lang duurt zo'n rechtszaak nou helemaal. Je bent erover aan het denken, je moet met je advocaat praten, je moet bedenken wat je bent zelf altijd je beste verdediger, dus je moet eigenlijk zelf je hele verdediging voorbereiden en dan met de advocaat overleggen hoe die het gaat. Dus het kost allemaal enorm veel tijd en energie en aandacht. En als ander onderdeel van dat hele scenario of die hele scala aan dingen die je kunt doen om journalisten het zwijgen op te leggen, zijn bedreigingen. Dus kijk, als dat gaat lekker snel, het kost ook niet veel geld. Iemand online bedreigen, dat is eigenlijk zo gebeurd. Maar je kan iemand daar enorm veel schade mee berokkenen. En zorgen dat die, zoals ook wel blijkt af en toe, mensen gewoon niet meer iets willen doen. Of zelfs dat die bedreigingen ook echt worden uitgevoerd. En dan hoeft er maar 1 Peter de Vries te worden doodgeschoten. Om 100 journalisten bang te laten zijn dat het met hen misschien ook wel gaat gebeuren. Dus dat werkt ook heel effectief. Dus als iemand journalisten zou willen steunen, dan zijn er een heleboel manieren waarop dat kan. Dus je kan geld geven aan Free Press Unlimited bijvoorbeeld, die mij in ieder geval fantastisch hebben geholpen in Panama. Je kan vaker een krant kopen en geld aan uitgeven, zodat ook de Groene Amsterdammer weer wat meer budget heeft om aan journalistiek uit te geven voor Ingeborg. Of weet je, er zijn een heleboel dingen die je kunt doen. En ja, daar hoef je eigenlijk niet eens naar te vragen. Je moet gewoon even over nadenken van, of weet je, kijken wat jij kan bijdragen, ja. Ook is het ook niet zo, zoals Rena bijvoorbeeld, die komt met een waarheid over iets waar hier in Nederland hele verhalen verteld worden wat geen waarheid is, die daar dik geld mee verdienen, die daar prijzen voor krijgen. Is het ook niet zo dat het in Hilversum een beetje makkelijk is, dat men een makkelijke hap wil die snel door het publiek opgenomen wordt en weer vergeten is de volgende dag? Ja, maar kijk, dat is niet alleen in Hilversum, dat is overal. In de VS is het nog veel erger. Alleen is dat zo groot dat je veel meer diversiteit hebt. En Nederlandse journalistiek, vooral buitenlandse journalistiek, dat is ook waarom Rena eigenlijk niet meer voor Nederland wil werken, is denk ik, is enorm provinciaals geworden. Dus dat is echt over de laatste 20, 25 jaar enorm veranderd. En iedereen die in het buitenland heeft gewoond en gewerkt, zegt dat ook. De bekendste was ze is vrij bekend, hoe heet ze nou? Step Fase, geloof ik, die ook in een interview of in een stuk zei van ja, in Nederland kijken ze gewoon niet buiten de dijken. Als het over buitenland gaat, dan is het altijd een soort anekdotische verhalen over, oh kijk die Chinezen nou toch eens, of kijk die Colombianen nou. Of, en dan, nou nu ook weer, dan zie je
Ik ben niet zo heel erg bekend in het Midden-Oosten. Ik ben er wel een paar keer geweest daar in Syrië. Maar ik ken het niet zo goed als Renaat kent. Maar ik ken Latijns-Amerika wel heel goed. En als, dan volg ik daar het nieuws en dan zie ik dat er nu in Mexico aan de hand is. De war on drugs enzovoort enzovoort. En dan, ja, dat gaat totaal over de hoofden van de buitenlandredacties hierheen. En ze leggen ook de verbanden niet. Bijvoorbeeld met een Rotterdamse burgemeester die het helemaal, die hele war on drugs nog eens een keer over wil doen. Die van Rotterdam een soort Culiacán wil maken met schietpartijen op straat en achtervolgingen en gewapende milities op pick-up trucks. En dat, wat dat krijgt als hij zijn zin krijgt. Dus er is, hap klaar. Kijk, ze vinden in Nederland al heel snel iets dat is met dat verhaal van Rena. Dat wat Nieuwsuur en wat welke andere Trouw hebben uitgezocht. Dat je denkt, ja, maar dat, als het nou gewoon niet klopt, dan moet je toch gewoon zeggen van ja, het klopt niet. We hebben dit verkeerd. Ze hebben namelijk een heleboel dingen geschreven die wel kloppen. Maar er zijn een aantal essentiële dingen die niet kloppen. En dat komt dan van mensen. Een van die journalisten, daar heb ik een opiniestuk van gelezen. Die vindt er gewoon dat Assad die oorlog moet winnen en daar moet blijven zitten. Want dat is voor de stabiliteit het beste. En dat moet ik zelf uitzoeken. Exact. En ook pro-PKK. Dat gaat met samen. Dus maar dat moet ik dan zelf uitzoeken als lezer. En ik ben er toevallig goed in, want het is mijn werk. Maar de meeste lezers die denken, oh ja, nou ja, dat zal wel zo zijn. Goh, wat erg. Maar die leggen het verband niet met een opiniestuk van een jaar eerder. Waarin, ik ben zijn naam even kwijt, een van die journalisten schrijft van ja, Assad die moet gewoon blijven zitten. En, dus er zit wel degelijk een agenda en scoren. En, en daar dan wordt er met de waarheid een beetje een loopje genomen. Is het ook niet zo, ook dat bijvoorbeeld Rena, hè, die zit daar in dat gebied, die praat met de mensen, die spreekt de taal, die begrijpt mensen. Een heleboel mensen die hier journalistiek bedrijven, zou ik maar zeggen, het allemaal vanaf een afstandje zien. Iedereen die in een gebied is geweest. Ja, maar dat is ook niet echt een garantie, want ik weet niet of je, hoe heet die nou, die gek die naar de Oekraïne ging? Spekkers. Spekkers, die ging ook overal. Die was in Syrië en die was in Oekraïne en die was allemaal in alle slagvelden ter wereld. Die andere, hoe heet die man nou, van die kale van onbehoorlijk Nederland. Ja, die is ook overal geweest, maar die bakt er toch ook niks van. Dus dat je er geweest moet zijn, daar ben ik het niet zo mee eens. Maar je moet gewoon op een, je moet doen aan waarheidsvinding. En Ingeborg zit te gebaren. Ik zit al de hele tijd op het scherm te gebaren. Ja, ik ben even naar buiten gegaan. Nee, maar Anaïs, jij zei in het begin, moeten burgers, hè, of Nederlanders, journalisten, die zo onveilig moeten leven en zo onheus behandeld worden, bejegend worden, moeten die journalisten niet meer ondersteunen? Nou, mijn antwoord is in de eerste plaats dat ik alles wat Okke heeft gezegd 1000% onderschrijf. Ik bedoel, betaal voor pers. We worden structureel onderbetaald. Gewoon uitgebuit. Laten we even wel wezen. Die kranten en weet ik veel wat. Die hebben aandeelhouders. En die aandeelhouders die worden fucking uitgekeerd. En wij, de makers onderaan de piramide, krijgen helemaal nothing. Okay? Wat ik vooral zou willen zeggen is, de eindredacteuren moeten meer achter hun journalisten staan. En de directies, hè, die hele NPO die gewoon op zijn gat ligt en op sterven na dood is. Je krijgt mij met geen stok meer naar Hilversum hel. De laatste documentaire serie die ik heb gemaakt over de Griekse crisis, die in 2019 is uitgezonden, waar ik 7 jaar over gedaan heb om die überhaupt voor elkaar te krijgen. Ik doe, hè, allemaal vooral mannen die liepen rond in, god, waar waren ze allemaal? Rusland en China en India en lekker verweggestaan. In een soort diepgaande infotainment. Maar het hart van de Europese Unie.
En Brand Kostius, die een wijnkelder in Moldavië ging bezoeken, dat was voor mij... Maar het hart van de Europese Unie, hè, Griekenland, dat door de Trojka en de Eurogroep en Dijsselbloem en Schauble, Koem Suis, dat laatste stukje nek werd omgedraaid. Nou, dat was niet interessant. En na 2015 toen net iets minder dan 1 miljoen, vooral toen Syrische vluchtelingen Griekenland binnenkwam, nog steeds niet. Ik heb het pas in 2018 voor elkaar gekregen en dan was ik in 2010 mee begonnen. En die 3 jaar werken aan die serie, nou jongens, ik ben 10 jaar ouder geworden, waar ik allemaal niet mee te maken had met idiote managers die geen idee hebben van hoe het is om überhaupt in het veld te werken. En dat zijn allemaal broekies van 36 en 32. Nou, die kunnen net zo goed tandpasta verkopen als bij de omroep werken. Het slaat echt helemaal nergens op. Dus ik ben het helemaal eens met Renna. Echt, die Nederlandse journalistiek, behalve de Groene Amsterdammer, echt hulde van de Groene Amsterdammer. En een paar uitzonderingetjes, maar voor de rest... En Joint Politics natuurlijk, hè? En Joint Politics, maar echt, Anaïs, en Joint Politics, maar zelfs, weet je, Paul Hanens, Betty Asphalt, Troost TV, weet je... Dat ook. Alles als het maar niet Hilversum is. Laten we wel wezen. Die idiote talkshows. Nou ja, echt van op één. Daar krijg je toch kutkramp van. Dat is er gewoon niet te doen. Enzovoort, enzovoort. Ja, nee, sorry hoor. Ik heb daar echt geen goed woord voor over. En Nieuwsuur ook. Die Saskia Dekkers die van toeten nog blazen weet. En dan op Moria over de kampen. Zinnige dingen zijn. Nee. En dan denk ik bij Nieuwsuur. God, nou, ze hebben weer wat over Griekenland. Toevallig weet ik daar wat van. En dan komen ze met de grootste onzin. Maar echt onzin. En dan denk je, ja... Hoe zit dat dan met die onderwerpen van Nieuwsuur waar ik niet zoveel van weet, zoals Renna wel? En ja, er is echt, hè, vooral bij de omroep, mensen die in een land zitten waar ze de taal van kennen, waar ze de geschiedenis van kennen, waar ze onderdeel zijn van een netwerk en de codes en de cultuur kennen. Hè? Marion van Rooyen in Brazilië. Wilma van der Maten toen in Indonesië en India. Die andere Wilma in Oost-Duitsland. Die fantastische vrouw in het Midden-Oosten. Roger Strijland in Parijs. Dat waren allemaal mensen met karakter, persoonlijkheid, intelligentie. Die stonden ergens voor. Die hadden kennis van zaken. En die zijn er allemaal. Bij het NOS-journaal. Maar dan ook allemaal door Hans Laroes en die Dirk van den Broek, of hoe heette die man, uit zijn gewerkt. Want het waren gewoon allemaal geweldige mensen. En wie zijn daarvoor in de plaats gekomen? Kleine muisjes die niks weten, die niks kunnen. En wat is het motto? Je moet een frisse Nederlandse blik op het buitenland hebben. Lees. Geen kennis van zaken. Dus er moet gerouleerd worden. Hè? Dus zodra je ergens echt kennis krijgt van een land, na 4 jaar dan moet je wegwezen. Want stel je voor dat je het te goed kent. Ja. Nou echt, sorry jongens. Ik heb geen goed woord over voor het NOS Journaal. Nog voor de NPO zoals het ook is. En ik heb hetzelfde met VPRO Bureau Buitenland. BNN Nieuws BV. Het is allemaal hetzelfde. Weet je wat ze bij BNN Nieuws BV zeiden? Ja, Ingeborg, ja, we willen je niet over de vluchtelingen op de radio. Want zeiden ze, VARA, hè? BNN VARA linkt zogenaamd. Ja, nee, want als jij dan weer over de vluchtelingen op de radio bent geweest, krijgen we zoveel boze mails van luisteraars over dat er weer een links iemand op de radio is. Sinds wanneer is opkomen voor mensenrechten voor vluchtelingen links? Ja, en dan krijg je dus van die reportages van Qatar maakt zich op voor het voetbalseizoen. Ja, dat is. Ik ga nu over naar Rena zo, maar ik wil nog één ding zeggen. Op de visio zat ik met een meneer die gaf les aan de school voor journalistiek. Was een hele aardige, dikke meneer. Leek een beetje op Van Leeuwen. Weet je wel, de oud. En die meneer die zei een keer tegen mij, want toen vertelde ik dus dat ik hiermee bezig was. Ik zei, ja, het is enkel jammer, ik heb de school voor journalistiek niet doorlopen. Toen zei hij tegen mij, daar moet je blij mee zijn. Want op de school voor journalistiek leren mensen dingetjes doen.
Maar je moet nieuwsgierig zijn, gezonde nieuwsgierigheid hebben, op onderzoek willen uitgaan en vooral niet bang zijn. En dat vond ik wel leuk. Als ik eerlijk ben. Toen ik terug was in Nederland. Toen werd nee, nou ik, komt zo bij hoor. Toen werd ik natuurlijk alsmaar geïnterviewd door allerlei mensen. En waaronder ook zo één keer per half jaar studenten van de School voor Journalistiek. Ja, we willen een journalist spreken die in de gevangenis heeft gezeten. En dan vraag ik wel eens van wat hun ambitie dan is. En wat er echt heel erg veranderd is dat 20, 30 jaar geleden wilden journalisten allemaal Woodward en Bernstein, Watergate, wilden ze allemaal worden. Dingen onthullen, grote schandalen, beroemd worden daarmee enzovoort. En nu de ambitie van, ik denk, de grote meerderheid van de studenten aan de scholen voor journalistiek is om te werken bij een talkshow. En dan eventueel leuke filmpjes te maken. Dat is wel op, hoe die talkshows werken. Dus, ik word heel depressief hiervan. Ik wil naar bed. Ja, het is ook al laat. Ik wil nog even zeggen, wat natuurlijk wel heel fijn is, dat Follow the Money er nu is. Die doen natuurlijk heel goed werk. Ja. Alleen het is jammer bijvoorbeeld het Midden-Oosten of zo, dat ze daar nog niet mee bezig gaan. Wie weet gaan ze in de toekomst veranderen. Gaan ze doen, Rena. Daar gaan we aan werken samen. Gaan ze doen, ze nu ook naar Griekenland. Gaan we meewerken aan een verhaal over Syrië. Nederlandse spionage, een Nederlands bedrijf. Spionage apparatuur probeerde te verkopen heel actief aan het Assad-regime. Weet je, dus dat was een goed verhaal. Maar dat, ik hoop dat zij echt verder uitbreiden. En ik wil ook nog wel even zeggen, ik denk dat een aantal, zoals met COVID en zo, heeft Newsroom natuurlijk wel heel veel goed gedaan. Maar hoe ik ze nu heb meegemaakt, en ik ben niet de enige helaas, ja, vind ik wel schrikken. Dat zeg ik er wel bij. En ze hebben ook helemaal niet gezegd dat ze fout zaten met deze uitzending. En het waren trouwens nog heel veel meer andere fouten ook in die slaggeving. Maar waarom mij te doen is dat dus nog niet. Ja, natuurlijk waarheidsvinding, maar dat het zoveel gevolgen op de grond heeft gehad. Want dat hele gebied, wat ik net zei, die 5 miljoen in Syrië, dat gebied, als dat door de hoeven zakt, dan komen die vluchtelingen naar Europa. Want ze hebben geen andere optie meer. En door die nieuwsuitzending en vertrouw heeft zowel de Nederlandse regering als de Duitse regering heeft de hulp stopgezet aan al die civil society NGO's die in dat gebied werken. En het heeft echt best wel dramatische gevolgen gehad. Want Nederland en Duitsland waren grote donoren. En ook in Groot-Brittannië is eenzelfde ding gebeurd. Ongeveer een half jaar ervoor. Ruim een half jaar ervoor. En het lijkt net of dat toch wel allemaal. Ja, door pro-Assad, ook al wat jij net beschreef, door pro-Assad journalisten en ook, ik weet dat in het Nederlands geval, dat bijvoorbeeld de ChristenUnie wil heel graag de Syrische PKK steunen, want die zeggen dat zijn democraten. En dat werkt dan samen, dat pro-Assad verhaal en zo'n pro-PKK verhaal, want ze willen dan niet dat het oppositiegebied wordt gesteund, maar dat dan die steun naar andere gebieden gaat. Dat is het verhaal. Weet je, en daarom duik ik er zo in. Want het maakt voor mij. Nou ja, ik vind het niet leuk om wat werk te verliezen of geïntimideerd te worden. Maar het heeft voor die arme sloegers die al hun huis en haar kwijt zijn. En familieleden kwijt zijn. En dan ook nog eens een keer dit in Europa. Door journalisten die dat zo'n verhaal dat het heel goed doet op social media. Want ook een aantal journalisten van Nieuwsuur hebben mij benaderd. En die zeiden van Rena, geweldig werk wat je doet. Maar ja, de leiding gaat erin mee. Daar komt het op. Want het doet gewoon tot socials. Nee. En dan ook, als je dan bij een talkshow. En Rena, als je dan bij een talkshow komt, dan dat ik zeg, nou, ik wil betaald worden. You pick my brain about 40 jaar kennis opbouwen over Griekenland. Oh nee, we betalen niet voor een talkshow. Hoezo dan? Ja, dat is heel goed voor je image. Channel. Ik heb dat image van jullie helemaal niet nodig. Dus ik heb iedere keer als ik bij een talkshow kwam, werd ik godverdomme betaald. En anders kwam ik gewoon niet. Nou ja, een gevolg is nu dat ik nergens meer word uitgenodigd. En dan echt, ook al geef je me 1 miljoen naar op 1, krijg je me niet. Echt, dat doe ik niet. Het is gewoon te weet je, erg. Maar ik doe het dus anders. Ik richt me aan. Ik vind Nederland is mij gewoon ja, veel te klein. Ik richt me gewoon heel erg op de hele wereld. Ik doe niet alleen maar Nederland. Ik richt me eigenlijk vooral op Amerika op dit moment.
En ik vind ook Amerika ook een feit, geloof ik al, dacht ik. En het is ook veel groter. Dus je hebt een aantal media die een bepaalde overheidsstandpunt uit. Maar omdat je zo'n scala hebt aan mogelijkheden, heb je daar meer mogelijkheden en er zit ook veel meer kennis. Ik merk dat ik op niveau over Syrië dan, waar ik op opereer, dat kan ik in Nederland eigenlijk heel moeilijk kwijt, maar in Amerika wel. He, daar hebben ze gewoon mensen die ook, eigenlijk is het best wel goed, want ik ben een beetje gepusht naar Amerika. En dat is eigenlijk wel goed gewoon, weet je wel. Dat is gewoon een veel groter publiek en in het Engels enzovoort. Door wat er in Nederland is gebeurd. Ja. Rena, wij gaan nog een Engelse uitzending hierover maken. Oh ja. Ja. Oké, die zit er nog in. Oké, ga je gang. Wat Rena zegt over de Verenigde Staten, dat klopt echt zo erg. Ik ging in 2006 naar Afghanistan voor een Amerikaans blad. En dat was helemaal geen grote publicatie of zo. Maar ik werd eerst 3 dagen in Miami op de redactie uitgenodigd. En daar hadden ze wat experts ingehuurd. Je werd gebriefd. De tickets waren geboekt. Het was allemaal geregeld. Ik kreeg gewoon fatsoenlijk betaald. Alle onkosten werden betaald en ook niet gierig of zo. Ik moest naar Nederland eerst om een visum voor Afghanistan aan te vragen. Dus dat werd ook allemaal geregeld en gewoon betaald. En er werd ook helemaal niet. Het werd zo professioneel gedaan. Dat heb ik in Nederland in al die jaren dat ik hier voor televisie en radio en zo heb gewerkt, echt nooit, nog nooit meegemaakt. Ik was in Syrië voor de radio. Ik ging voor Syrië naar de radio, voor de radio naar Syrië in 2013, eind 2013, en met kerst zat ik daar. En in Damascus en ging daar een radiodocumentaire maken. En ik had gezegd, als bij het Radio 1 Journaal, als ze daar iets willen, dan kunnen we wel een itemje doen of een keer live of zo. En leuk. En dat moest dan allemaal maar gratis, want ik zat daar toch. En toen dacht ik ook echt van weet je, dat is dan hoe het in Nederland gaat. En dat is echt een wereld van verschil met hoe het in normale landen, bij normale media, met normaal management gaat. Want die weten gewoon wel hoe het moet. Ja, professioneel. Ja. Nou, diezelfde Erik die vraagt, en daar wilde ik eigenlijk mee besluiten. Zou elke journalist of uit de media standaard een hostile environment training moeten hebben voor ze de straat opgaan? Nou, Ingeborg, gooi hem. Nee. Nee, dat vind ik helemaal niet. En het laatste wat ik wil zeggen is dat er bij die vreselijke NPO natuurlijk ook diamantjes werken. Er zijn altijd uitzonderingen. En 2 van die uitzonderingen zijn mijn oud-Icon-collega's. Icon is zo'n ontzettende leuke zender die niet meer bestaat, waar ik jaren voor heb mogen werken en prachtige dingen voor heb mogen doen. En die zijn nu ondergeschoven bij de EO. En dat zijn die 2 vrouwen, Wilberie Jacobs en Ida Overdijk. En die zitten als een soort laatste der Icon-Mohicanen bij de EO. En die blijven daar zitten zolang ze ieder jaar nog iets kunnen doen dat ertoe doet. En ze hebben dit jaar voor elkaar gekregen dat ze budget kregen voor een 4-delige documentaire serie. Die heet Viva l'Humanità, uitroepteken. Leven de menselijkheid, dat is een Orwelliaanse titel, want het gaat natuurlijk over de onmenselijkheid. Want die 4-delige serie gaat over de vluchtelingenhorror in de EU en aan de rafels van de EU waar ik zit. En dat is echt een prachtige serie en toevallig gaat de 2e aflevering over Griekenland met de focus op de criminalisering, over onveiligheid gesproken. Van vluchtelingen zelf, maar ook van hulpverleners voor de vluchtelingen en natuurlijk journalisten. En in die serie hebben ze mij tot protagonist gebombardeerd. En dan zie je mijn idiote leven in Athene met die Afghaanse vluchteling en de rechtszaak. En ik kan echt, dat zeg ik uit de grond van mijn hart, dat is nou nog een van de juweeltjes van de NPO. Die af en toe met enorm veel strijd door heel bijzondere mensen voor elkaar wordt gekregen. Dus dat is fantastisch, maar het zijn er te weinig van die juweeltjes. En dat doet pijn, maar dat is zo.
Oké, Rena, even heel snel. Vind jij dus dat er een training gegeven moet worden aan journalisten? Nou, ik zat er even over na te denken. Waar ik zelf het meeste aan heb, is nummer 1, gewoon de taal kennen van het land. Want daardoor zag ik op Twitter een waarschuwing aankomen dat ze op zoek waren naar een Nederlands journalist. En kon ik direct in, wat in het Arabisch was dat, verklaring van de prosecution, van het OM in het Egypte. Daardoor kon ik direct met contact zoeken met de ambassade. Ik denk dat dat... Mijn taal heeft mij heel vaak gered, denk ik. Gewaarschuwd, heel snel. Ik hoor als ik gevangen, of als ik even ter ondervraging word vastgehouden. Ook door die Koerdische PK, ben ik ook 4 uur vastgehouden. Samen met een Koerdische fixer. Dan kan ik toch volgen waar het over gaat en zo. Dat was dan Syrisch-Koerdisch, maar er zijn heel veel Arabische woorden in. Dus taal is wel, ja, vind ik wel echt een enorme aanrader. Als je die kent in het gebied waar je werkt, dat lijkt mij eigenlijk voorwaarde. Maar nummer 2 is dat je van ervaren journalisten die wat ouder zijn, dat je daarmee praat en daarmee leert. En vooral het gebied waar jij werkt, dat je daar heel veel handige tips van krijgt. Die 2 dingen zou ik als eerste doen. Dat vind ik nog wel het meest waard eigenlijk. Ja. Mag ik van jou een korte reactie? eigenlijk alles wat Rena zegt, maar ik heb het zelf voor... toen ik naar Afghanistan ging, toen dacht ik, ja, ik moet toch wel een beetje weten hoe je dat doet. Want er werden daar toen echt veel mensen ontvoerd en journalisten ook. En ik reed in een taxi van het vliegveld naar de stad en achter me ontplofte een autobom en zo. Dus en ik heb toen in Panama, daar kende ik, ik had daar een vage kennis die bij de US Marines had gezeten. En volgens mij ook nog allerlei andere dingen had gedaan waar hij niks over mocht zeggen. En die heeft me wel een beetje uitgelegd hoe dat werkt als je gevangen wordt genomen. Wat je moet doen, waar je op moet letten als je over straat loopt. Weet je, van die vrij simpele dingen. En daar voelde ik me op zich wel iets veiliger door. Want ik ben meestal iemand in Colombia ook. En in Syrië dan niet zo, maar in Afghanistan was ik ook zo. Als er iemand naast me komt rijden en die gooit de deur open, de achterdeur open van de auto. En die zegt, hey, ik heb een goed verhaal, kom mee. Ik stap meestal wel in, want ik wil wel weten wat er dan gebeurt. Maar ja, dat loopt natuurlijk niet altijd goed af. En dan is het wel handig als je weet wat je moet doen, om het zo maar te zeggen. En ik had er in de gevangenis ook veel aan. Want het leert je wel om, als je in zo'n situatie zit... Als ik dat niet had gedaan, dan ik had waarschijnlijk iemand in elkaar geslagen daar of zo. Of iets gedaan wat me alleen maar meer ellende had bezorgd. Want ik was zo boos. Maar je weet dan toch wel van, oké, ik moet dit zo doen. Ik moet dit deescaleren. Als ze zo doen, dan doe ik zo. Want dan hebben ze geen grip op me. Dus die manier van denken, dat kun je wel leren. En daar heb je dan ook wel echt iets aan. Mooi. Dan wil ik nu besluiten. Ik had hier 3 diamanten van de Nederlandse journalistiek. Die voor niemand opzij gaan, die hun verhaal willen vertellen, die daar ook goed voor betaald eigenlijk zouden moeten krijgen. En het moet niet alleen altijd gaan om het is zo'n leuk, makkelijk item, maar laat iemand eens vertellen waar het echt over gaat. En dan kan men ook een betere mening krijgen over de gebieden waar men het over heeft. Ik dank Rena Netjes vanuit Turkije. Ik dank Ingeborg Beugel vanuit Griekenland. En ik dank Okke Ornstein vanuit Nederland. Dank dat jullie de tijd genomen hebben om onze gasten te zijn en om ons uit te leggen hoe het precies in jullie vak in elkaar zit. En wat voor jullie ook belangrijk is, ik denk dat mensen daar eens rekening mee moeten houden. Wat is nou voor jullie echt belangrijk? Dank jullie wel. En sowieso wil ik eraan toevoegen, bedankt voor het carrièreadvies. Ik ben namelijk 36. Ik kan heel goed van Nergels wat weten. Dus ik ga niet voor hem zitten. Dit is top. Nou, ik nodig jullie allemaal uit in Griekenland. In ons droomhuis hier op dit autoloze, verstilde in de tijd eiland. Kom maar, you are welcome bij mij. Oh, dat is leuk. Dan gaan we daar een podcast maken. Ja, ja. Dat lijkt me een fantastisch plan. Heel cool. Ja, dankjewel. Ja, leuk. Ja. Doen we. En als je in Amsterdam bent, dan zie ik je hier wel een keer verschijnen.
Absolutely. Dankjewel. Wat een eer en genoegen om bij je te zijn geweest en uitgenodigd te zijn, Anaïs. En heel fijn, Okke en Renna, dat ik jullie op deze manier eindelijk eens een keer gesproken heb. En ik verheug me erop jullie allemaal. Jij ook, hoe heet jij nou van de 36? Nummer 36 ben ik. Nee, 9G Music. Nee. 9G. Met Jimmy. Jij ook. 9G, kom. En dan gaan we hier verder. Hartstikke leuk. Nou, dan wens ik jullie verder nog een goede avond. En heel erg bedankt. En ik heb heel veel opgestoken van deze aflevering. Ik hoop de luisteraars... Oh, en Rena, heen sterkte met alles. Ja, hè? Rena, sterkte. Ja, dankjewel. Dit was de Joint Politics voor vandaag. En wij komen weer terug met een nieuw onderwerp. Ik weet nog niet precies wat. In ieder geval zit er nog iets met Rena in de toekomst. En in ieder geval wil ik Erik bedanken voor de vragen. En ik wil jullie bedanken voor de tijd die jullie nemen om naar ons te luisteren. Iedereen verder een prettig weekend. En ik was hier met... 9G Music. En Anaïs Kortes-Reina voor de Joint Politics.